nu vandaag een eerste taste dit. Yo mensen, het is je boy Dylan hier. Vandaag een eerste taste dit. Ik heb voor jullie twee producten gekocht in een Carrefour hypermarkt in Tienen. Namelijk dit eerste product, Ben Charles Cream Soda Classic. Het is een soort frisdrank. En White Reese's. Two peanut butter cups. I don't know what it, ik weet niet hoe wat het is. Ik heb nog nooit geproefd. We gaan even de prijs doorlopen. De Ben Charles Cream Soda was van 1,21 €. En de Reese's White Peanuts, peanut butter, was 97 cent. We gaan al gauw de Ben Charles Cream Soda open doen. Het riekt lekker. We gaan het in een glasje eten. Ik dacht dat is met... Ik dacht dat eigenlijk dat wit erin zijn. Dat zo de kleur van cream zou hebben. Allee, je kent het wel, cream. We gaan het eens proeven. Eens proeven of het lekker is. Dat doet me eigenlijk denken aan een zoete soort Sprite. Met zo'n romige textuur. Nu gaan we de Reese's Peanut Butter Cups proeven. Ik hoop dat ze lekker gaan zijn. Eventjes skippen. Het is eigenlijk de White Reese's. Dat zullen jullie zien. Ik ga er een stukje van afbijten. Zo ziet de binnenkant eruit. Best lekker. Je proeft eigenlijk wel de pindanoten en pindakaas. Heel lekker. Het is echt... Hoe moet ik dat zeggen? Het is echt heel lekker. Het komt allebei uit de wereldkeuken in de Carrefour. Heel lekker. Ik kan nog eens drinken, school. Het komt dus allebei uit de wereldkeuken in de Carrefour. Het was echt... Allee, zo duur is dat eigenlijk niet. Het komt uit... Guys, ik ga research doen, zoiets. Nou, ik denk... Engeland of zoiets. Engeland of Amerika. Het is echt lekker. Heel lekker. Ik ben echt onder de indruk dat er echt zo lekker in zijn. Ik dacht dat zoals melk zoiets zou zijn. Zo. Nee, ik dacht dat die echt, ik had dat nog nooit geproefd. Ik ben er aangenaam van verrast. Deze producten, die kan je in de Carrefour in Tienen halen. Ik zou zeggen, wees snel. En ja, deze video heb ik op maandag 1 oktober opgenomen. Waarom? Omdat ik ga werken en zo. En ja, al die tralala, tralie. Maar, vonden jullie deze video tof? Laat dan zeker een reactie achter. En ja, comment onder deze video wat ik volgende week moet gaan proeven. Dan koop ik dat. En, de beste comment pin ik vast. Like deze video en abonneer als het balkje nog groot is. En zoals ik altijd zeg, ja, doei!